hebben het van een aangetrouwde tante gekocht. En we kwamen beide op bezoek. En we zeiden van, wat hebt u een leuk schilderij aan de muur hangen? Zo zegt ze, wie het kopen? Ja. Dus, het hele huis hangt nu vol van al die bezoekjes die je hoort. Nee, ze had er helaas maar één. Oh, dat maar één. Ja. Weet u nog wat u ervoor betaald heeft? Ja. Ja, 500 gulden. 500 gulden? Ja. Welke emoties roepen dit schilderij bij u op? Mijn man is 10 jaar geleden overleden. En dat zijn de emoties die het bij mij oproepen, eigenlijk. Ja. Ja. Mijn man was meer geïnteresseerd in schilderijen. En ik denk dat hij ook wel wist dat het een Jacobus van Looy was. En ik had er nog nooit van gehoord. Dus... Zij dacht, oh, dat is een koopje. Nee. Hij kocht het alleen omdat hij het mooi vond. Ja, absoluut. En waar hangt het nu? In mijn huiskamer. En u kijkt er elke dag naar? Absoluut. En dan krijgt u een grote glimlach op uw gezicht? Oh, zeker, ja. Leuk. Ja. Willem de Winter ook? Ja. Ik word persoonlijk heel erg blij van dit schilderij. Ja? Ja. Ik kom uit Haarlem. We praten over een Haarlemse schilder. Ja. Een van de bekendste Haarlemse schilders, waar we heel trots op zijn. Okay. U noemde de naam al, Jacobus van Looy. Ja. Echt een hele bijzondere schilder. En dit is een prachtig schilderijtje. Ja. Ja, ja. Wanneer leefde hij? Hij is geboren 1855 in Haarlem. En hij werd al vroeg wees, want op zijn 5e jaar ging hij naar het gereformeerd burgerweeshuis. Datzelfde gebouw, dat is nu geen weeshuis meer, maar dat is nu het onderkomen van het Frans Hals Museum. Mm, dat is grappig. Een hele leuke plek natuurlijk. Ja. Dat is een plek trouwens waar op dit moment ook heel veel werk van hem bewaard wordt. Ging al snel naar de academie omdat zijn talent al vroeg onderkend werd. Hij hield van schilderen en tekenen. Hij won in 1884 de Prix de Rome. En de Prix de Rome is nog steeds een prijs die ervoor dient om mensen die talent hebben te ondersteunen. Vroeg in hun carrière. Maar dat moet zijn carrière een lift hebben gegeven. Nou ja, het stelde hem in staat om te gaan reizen. Dus hij is al vroeg naar Italië gegaan, naar Marokko. Hij heeft een aantal flinke reizen gemaakt. En op die reis heeft hij natuurlijk ook werk gemaakt. Hij werd al heel snel gezien als een heel oorspronkelijk en fantasierijk schilder. Hij heeft een klein oeuvre, maar wel een heel bijzonder oeuvre, moet ik zeggen. Het is bijzonders in huis. Ja, kennelijk. Ik had er geen flauwe notie van, moet ik eerlijk zeggen. En die tante, kwam die ook uit Haarlem toevallig? Die woonde in Haarlem. Oh, die woonde in Haarlem? Ja. Ah, die zat misschien wel rechtstreeks van hem ooit. Of zo. Ja, want die was toen al 90 jaar, dus dat zou kunnen. Dat zou kunnen, ja. Het gekke is wel dat zijn tijdgenoten, hè, dus de mensen die zijn werk bekeken, die vonden het eigenlijk maar sowieso. Die waren er niet zo mee vertrouwd dat hij zo'n fantasierijke onderwerpkeuze had. Nee. Maar zijn vakbroeders, die vonden, waren vol lof over hem. Die ontkenden onmiddellijk zijn unieke talent. Wat was zijn talent dan? Hij had een onderwerpkeuze die niet zo alledaags was. Hij schilderde hele velden met bloemen, met een hele hoge horizon. En dit schilderijtje dat we hier bestaan trouwens is ook een hele bijzondere onderwerpkeuze. Want je kijkt hier naar een gedeelte van een appelboom in volle pracht. Ja. Met die vruchten heel groot afgebeeld. Nou, er was geen enkele andere schilder. Ik denk dat dit gemaakt is zo rond 1920. Okay. Geen enkele andere schilder die dit zo gedaan heeft. Ja, dus het was bepaald fantasierijk. Wat voor stijl is dit dan? Hij behoort tot de tachtigers. Dus tot de generatie van Breitner en Israels en Sluiters. Die zijn vooral Witsen. Breitner en Israels zijn veel donkerder. Veel donkerder. Hij gebruikt zijn kleurenpalet is helder. Ja. En met name in dit schilderij. Heerlijk. Dit heerlijk ziet schilderij. Er moderner uit dan een begrijp nog. Het zijn de appelbomen die hij in zijn eigen tuin had staan. Je ziet die vrucht natuurlijk van dichtbij. Maar daartussendoor speelt natuurlijk die prachtige heldere blauwe lucht. Het geeft een mooie doorkijk. Het is gewoon een heerlijk fris schilderij. Een hele fris schilderij. Is de waarde van dit schilderij ook fris als het al op de markt zou komen? Hè? Wat zou er dan voor moeten betalen? Ik denk dat als je dit schilderij in de kunst... 500 gulden, hè? Zeg ik nog even, ter herinnering. Ja, dat is natuurlijk heel scherp ingekocht, uiteraard. Maar u kocht een schilderij omdat u het mooi vond, uiteraard. En dat is altijd de beste reden natuurlijk. Ja. Maar stel dat je dit in een gerenommeerde kunsthandel zou zien. 15.000 euro. Ja, dat is leuk.